Zijn de culturele instellingen in Eindhoven nog wel zeker van hun subsidie? En krijgen ze nog wel wat hen eerder is beloofd? Dat is de hamvraag na een rechterlijke uitspraak. De rechter vindt namelijk dat Stichting Cultuur, die de cultuursubsidies verdeelt in de stad, niet bevoegd is om cultuursubsidies toe te kennen. En dat oordeel komt hard aan. Het voelt alsof er de grond onder mijn voeten vandaan is gehaald. Dat kan ik niet veranderen. Ik denk dat we nu alleen maar heel slim met elkaar, wij en gemeente en ook wel met alle juridische kennis die we paraat hebben, onze advocaat en juridische zaken bij de gemeente, moeten gaan kijken van wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Aanleiding voor het besluit van de rechter was een zaak die de Eindhovense bibliotheek had aangespannen. De BIEB vindt dat ze te weinig subsidie krijgt van Stichting Cultuur. Maar de rechter kwam dus tot een verrassend oordeel. Er is 4 jaar geleden is er berekend hoeveel wij als bibliotheek nodig zouden moeten hebben. En als je kijkt naar dat bedrag dan per inwoner, dan dan zitten we echt aan de onderkant van Nederland. Wij wilden als bibliotheek een uitspraak over de korting die we krijgen. En daar heeft de rechter geen uitspraak over gedaan. Dus we zullen nog iets langer moeten wachten. 3 jaar geleden legde de gemeente de toekenning van cultuursubsidies neer bij een aparte stichting. Geen taak van de politiek, maar van experts was het idee. Maar, zegt de rechter, dat mag niet. Er is geen juridische basis waarop Stichting Cultuur de subsidies mag toekennen. De rechter zegt eigenlijk van ja, je kunt bepaalde verantwoordelijkheden kun je niet weggeven zonder nog controle op uit te voeren. Dus dat betekent ook dat de raad daar een nadrukkelijke rol in zal moeten nemen. Ik denk dat het niet voorkomen had kunnen worden. Niemand heeft een fout gemaakt, zowel de gemeente als wij hebben eigenlijk gewoon zaken netjes geregeld. Maar in de constellatie van de wetgeving blijkbaar niet goed genoeg voor de rechtbank. En daar moeten we naar kijken. Het is wel de teneur dat u zegt en de gemeente, daar komen we uit. Ja, absoluut. Hoe het nu verder moet, is nog onduidelijk. Daarover zijn gemeente en Stichting Cultuur nog in overleg.